Wat je nu wel voelt is dat ze de nageltjes natuurlijk ja, dat voel ik, ja. in je wang zetten. Joost, mag het weten. Hey Joost, ik ben echt als de dood voor spinnen en ik vraag me af of spinnen nou echt in je mond kruipen tijdens je slaap. Nina, ik weet eerlijk gezegd niet echt of ik je moet bedanken voor deze vraag. Ik ga namelijk vandaag aan de lijve ondervinden of spinnen daadwerkelijk vrijwillig in je mond kruipen tijdens je slaap. En ik ga dat niet alleen onderzoeken, ik ga dat doen met Chef. Hij is spinnen-expert en hij woont hierachter. Chef. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Chef van Overdijk van spinnetjes.com. Komt erin. Jeetje, chef. Rondje googelen leert mij dat jij spinnen-expert bent. Hoe zit dat? Nou, ik ben redelijk fanatiek met spinnen bezig. Ik ben al jaren onderzoek aan het doen naar spinnen. Ook in Afrika studies gedaan en hier in Nederland nog steeds heel veel bezig met spinnetjes. Wat heb je hier allemaal, joh? Ik heb hier nu een paar slangen staan en wat schildpadden en wat hagedissen. En ook nog een paar spinnetjes. Ik ga zo meteen op de bank liggen en jij gaat spinnen op mijn gezicht leggen. En dan gaan we kijken of die spinnen daadwerkelijk in mijn mond gaan lopen. Jeetje, wat staat hier allemaal? Er staan een paar inheemse spinnen klaar voor jou. Er staat een Noord-Amerikaans spinnetje klaar voor jou. En Tante Truus, die staat klaar. Wie is Tante Truus? Tante Truus, dat is echt mijn douchie. Dat is een krulhaarvogelspin. Jeetje, ik vind dit echt heel spannend. Komt-ie? Oh, ik voel hem al, ja. Oh, jeetje. De spin wil niet. Ik weet niet wat je gegeten hebt, maar... Ah, durumdeuner is er. Oké, nou, als dit jouw normale slaaphouding is, dan gaat ze er wel vanaf. Ik voelde er in één keer naar mijn mond lopen. Nou, zo gauw is je dan dat ik maar één keer uitadem. Die spin die dacht gelijk, fuck jou, ik ben weg hier. Oké, dus ze gaan helemaal niet naar mijn mond? Nee, er komt gewoon lucht uit je mond of uit je neus. En zo gauw als je lucht uit je neus of uit je mond komt, geeft dat een trilling. Oké. Okay. Spinnen die hebben natuurlijk hele gevoelige poten. Ja. Onder elke poot zit natuurlijk een haar. Die haar staat in contact met een aantal zenuwen. En doordat die zenuwen dan die trilling oppakken, heeft die spin zoiets van dit is wel een hele heftige trilling of een hele heftige temperatuursverschil. Ja. En dat is hetgene wat die spinnen niet moeten. Maar we kunnen nog wel even een andere test om er zeker van te zijn dat die dat het niet kan. Ik wil dat misschien wachten. Misschien moet ik het niet eens zien. Dan moet ik het later pas zien wat er op mijn gezicht... Ja, dat vind ik wel. Is dat een goede? Meteen krommen op dit moment. Ik sfeer het je. Snurk je eigenlijk? Fucking erg. Dan mag je er best bij doen. Kijken wat dat voor effect geeft. Nou moet ik er al pushen om richting je mond te gaan. Daar moet je wel rekening mee houden. Zit nu echt op mijn lippen. Mm-hmm. Je ziet wel gelijk dat als je in de buurt van die lip komt, dat voor haar echt een... Kijk, zie je? Ze loopt er gelijk voor weg. Ik vind dit echt super spannend. Ik zweer het je. Zij vindt het ook echt spannend. Jezus Christus. Wow. Oké, we hebben gehad. We hebben de kaderspin gehad. Ja. We hebben deze Noord-Amerikaanse huisspin gehad. Maar ik heb natuurlijk nog wel iets leuks voor. En daarvoor moeten we eigenlijk afreizen naar Honduras. Maar dat zit net niet binnen het budget, dus zeg ik, we pakken Tante Truus erbij. Ready? Nee. Ik ga liggen. Ik ga niet kijken hoe Tante Truus eruit ziet. Dat ga ik gewoon daarna wel zien, want ik denk als ik ervoor zie, dan ga ik het niet doen. Dit is wel perfect. Al die pootjes die gaan super relaxed zitten. Wat je nu wel voelt is dat ze de nageltjes natuurlijk ja, dat voel ik, ja. in je wang zetten. Ja. Kijk, maar zij voelt nu die adem voorbij komen. En zij denkt, dit vertrouw ik niet. Dus Tante Truus die denkt ook gewoon, het is goed met jou Joost. Ik ben weg hier. En het is goed met Tante Truus, haal hem maar af. Wil ik weer zien? Tante Truus. Holy shit. Wow. Ik had Tante Truus net op mijn gezicht. Mm-hmm. Wow, wow, wow. Hè, Tante Truus? Ja. Was even gezellig bij ome Joost, hè? Huh. Nou, ik ben blij dat het erop zit. En uiteindelijk blijkt dan toch dat spinnen helemaal niet je mond in lopen, toch? En de voornaamste reden natuurlijk waarom ze niet in je mond lopen is toch wel de vibratie. Weet je, je ademt uit of je ademt in of je snurkt onwijs hard. Die trilling, daar gaat die spin natuurlijk gewoon helemaal slecht op. Yep. Mocht je ook een vraag hebben voor Joost mag het weten, laat hem even achter in de reacties. Beantwoord ik hem misschien wel volgende week woensdag als het iets met de reptielen is. Weet je, het mag, ik doe het allemaal, het maakt me niet zoveel uit. Liever niet. Doei. Q.